President Chandrika Prasad Santokhi verrichtte de officiële handelingen. Bij deze gelegenheid waren ook aanwezig vice-president Ronnie Brunswijk en de ministers van Sociale Zaken Urakit Ramsaran en Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. De president haalde aan dat met de transformatie van KAS naar Giraal de financial inclusion dichter bij de gemeenschap komt. Het gaat om beleid om steeds meer Surinamers toegang te geven tot het bancaire systeem. Maar de man hij vindt de salaris, hij vindt het cash. Staat daar foto zien. Okay. Maar de man is AKB, kinderbijslag, de pensioen, de financiële ondersteuning en ook toe de salaris. Staat daar tap zien en de man vindt cash. Een foto. En vanaf die oplossing ook kunnen naartoe dat hij. We takken naar de bangi en die ook kies wat cash point zo. Dat want dat hij alle je money ik kan vinden ja zo. En sanatorie die zien dat u chara cash point a ATM machine kon ja zo. A minister takken wang moeilijk financial inclusion. Sa want tak dat hij unu le gregere wani dat alla serna mang moest abuang bank account wan bank nummer pay kan kies je money. Dat u naaf kwam een pakket jaso, maar je kies je money 700, 800 SRD gestort. Dat je schrift kan bijsta je money. De regering wil eraan werken dat het openen van een bankrekening makkelijker wordt voor mensen die ondernemen. Rafik Suresh Pandey, vertegenwoordiger van de bankiersvereniging, haalde aan dat banken blij zijn met deze financial inclusion, omdat veel meer mensen aan het financieel verkeer kunnen deelnemen. Hij zegt dat er veel potentie ligt in het boven-Suriname gebied. Cashpoint is het resultaat van een samenwerking tussen de Surinaamse Bank, Hagerinbank, Finabank, de Surinaamse Postspaarbank en de coöperatieve spaar- en kredietbank Godo en B-Net. Het proces tot vervanging van de huidige pinautomaten met Cashpoint-machines is op Goejaba begonnen. Minister Urakit van Sociale Zaken en Volkshuisvesting gaf aan dat dit project in de toekomst veel voordelen met zich zal meebrengen. Zo noemde hij een vlotte en transparante afhandeling bij betalingen, efficiënte dienstverlening, spaarzaamheid en leningen. En dat er vele hardwerkende Saramakaners zijn, onder andere actief in toerisme, in landbouw en dat is voor ons ook belangrijk. Maar ook belangrijk is dat zaken goed geregeld zijn. Dat de voorwaarden voor ontwikkeling er zijn. Veiligheid, erg belangrijk voor ons. Dat er wet en recht heerst. En dat zaken die onzekerheid creëren, dat die worden opgelost. In dat kader kan ik het belang van het ordenen van de goudsector, de kleinschalige goudsector, en het grondrecht, een vraagstuk niet genoeg benadrukken. Het Cashpoint ATM-machineproject zal het mogelijk maken het kleine ondernemers, waaronder hosselaars, marktventers, bootsmannen, producerieverkopers en anderen die eerder niet over een bankrekening konden beschikken, nu wel een bankrekening kunnen aanmaken.